Terwijl Peter Gili samen met zijn levenspartner Wendy van Hout geniet van de stralende zon in het prachtige Spanje, gonst het van hardnekkige geruchten over zijn recente belevenissen. Volgens de laatste berichten heeft Peter onlangs betrokkenheid gehad bij een autoongeluk, waarbij de schade aan zijn voertuig maar liefst 28.000 euro zou bedragen. In de meest recente uitzending van Roddelpraat onthult Dennis Schouten een verontrustende foto van een gehavende Rolls-Royce. Hier zie je de Rolls-Royce van Peter Gili staan, deelt Dennis mee. We hebben gesproken met de persoon waarmee Peter in aanrijding is gekomen. Wat zich precies heeft voorgedaan, wordt haar fijn uit de doeken gedaan. Peter was op een weg, sloeg af, maar had daarbij zijn telefoon in de hand, onthult Dennis. Het schijnt dat Peter in botsing kwam met een ander voertuig, met aanzienlijke schade als gevolg. Een aanzienlijk kostenplaatje voor Peter, en natuurlijk lag de fout bij hem, omdat hij op zijn telefoon zat. Peter zal dan ook zelf opdraaien voor de kosten. De hamvraag blijft hangen. Hoeveel dient Peter nu daadwerkelijk op te hoesten? Dennis, vastbesloten om de feiten boven water te krijgen, neemt contact op met het betreffende autobedrijf waar de gehavende Rolls-Royce momenteel vertoeft. De schade bedraagt, inclusief de btw, een aanzienlijke som van 28.222,55 euro, onthult de eigenaar van het bedrijf. Deze wending in Peter Gilly's Spaanse avontuur zorgt ongetwijfeld voor de nodige opschudding in de showbizwereld. Waarbij de financiële nasleep van het ongeluk slechts één van de vele vraagtekens lijkt te zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet om te ontdekken hoe deze situatie zich verder ontvouwt in het leven van de bekende persoonlijkheid.